leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga met mijn zus naar de Action toe en ik dacht, ik neem jullie weer eens gezellig mee. Het is alweer een tijdje geleden, ook voor mezelf, dat ik dus bij de Action ben geweest. En normaal kom ik daar echt wel vaak. Dus ik ben zo benieuwd. Ik heb namelijk nog niet eens echt de herfstcollectie gezien. Maar ik kom nu gewoon voor kerst. Ja, het spijt me. Ik ben gewoon klaar voor kerst. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daarvan nu ook bij de Action hebben liggen. En sowieso allemaal nieuwe dingen. Daarvoor ga ik naar op zoek. Ik heb zelf ook nog wat dingen nodig. Dus jullie gaan het allemaal zien. Ik neem jullie gezellig mee naar de Action in Nijverdal. Heb jij zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me ontzettend blij mee. En dan gaan we er snel naartoe. Nou, dit is al Halloween snoep, uiteraard. Hier heb je dus nog steeds die Ideal of Sweden hoesjes. Deze vind ik ook heel mooi. Toen was dat... Nee, kijk, alleen die lage. Want ik wilde 12 Pro Max en dat was er ook niet meer. Maar het is wel een aanrader. Ja. Deze badmatten zijn zo zacht. Echt heerlijk. Dit is al wel een beetje kerstig. Dit zoek ik nog wel. Ik vind deze ook heel mooi. 90 cent per stuk. Kijk hier ook altijd even bij de kaarten. Deze is ook heel mooi. Allemaal organize bakjes. Wij hebben nog organize bakjes voor in de keuken nodig. Dat is ook wel handig. En ik zag dit. En dit is ook echt heel erg handig. Voor je badkamer of zo. In je badkamermeubel. Hier nog zeeppompen. En je hebt dus nu ook van die marmeren met zwart. Dat is wel echt heel erg mooi. En ook altijd nog even kijken bij de geuren. Want in de seizoenen heb je hier altijd van die seizoensgeuren. Je mulled wine. Heerlijk. Soft cotton. Hier nog allemaal bakspullen. En dit is nieuw. Met zo'n... ribbeltje, die ken ik niet. Even kijken wat er nog meer is. Pannen. Placemats. Ik heb nog bakjes nodig, dus daar ga ik ook nog even naar kijken. Maar dit zijn niet helemaal de bakjes die ik zoek. Nee. Dit is meer voor je koelkast organizers. Nou, en dan heb je nog van die gouden... bekende vorkjes en lepeltjes. Ik vind die altijd zo schattig. 2 euro. Kijken wat er nog meer is. Heel bestekset. Voor 9 euro. Dit zijn echt hele schattige bakjes voor sojasaus of zo. Van die houten bakjes. Heel leuk. En marble onderzetters. Voor 4 euro. Ik heb dus nog potten nodig voor mijn kaarsen. Waar ik mijn waxmelts in bewaar. Op zich zijn dit wel prima potjes. Even kijken of dat qua grootte... Kijk, je kan toch ook... Daar heb je er heel veel... Oh ja, maar dat is te klein. Oh. Dat is te klein. Mocht je nog niet weten, ik maak dus eigen kaarsen. Ik zou het even hier in beeld brengen. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Ze hebben hier dus dit servies. Die vind ik zo mooi, met dat bruine randje. In een saladeschaal, die is 6 euro. Maar die hebben ze dus ook in borden. Echt heel erg mooi vind ik die. En ik zag hier nog van die aardewerk mokken. Beetje de HK Living vibe. Voor 1,50 euro. Ook al heel erg mooi. Hier nog marmer. Vind ik zelf wat minder in servies. En hier ook nog aardewerkachtige schaaltjes en kommetjes. En deze opbergpoef. Zo leuk. Van Teddy. In het wit. Die heb je dus ook in het groot. En deze bekende. Allemaal snoep van Halloween. Oh, lekker. Deze zien er ook echt leuk uit. Brownies.
heel veel Halloween. En onesies voor kinderen. En als je een feestje geeft, heb je hier ook allemaal van die zakjes en tasjes. Echt heel erg schattig. En we zijn bij de kerst. En er is echt heel erg veel kerst. En dat vind ik echt leuk. Wat is dit? Foam Christmas Cottage. Nou, dat kun je dus in elkaar zetten. Je window art. Allemaal do-it-yourself dingetjes. Oh, dit is weer zo'n boom. En die kun je dan zelf versieren. Puzzeltjes. Zo leuk allemaal. Diamond painting. Houten notenkrakers. En allemaal inpakpapier. Oh, deze is mooi. Gouden zilverfolie. En tasjes. Hele grote. Hier zit eten. En dat is ook echt weer vet veel. Ik vind deze Reese's elk jaar ook weer heel leuk. Deze zijn heel lekker. Deze Oreo. En die gingerbread house. Oh mijn god. Leuk. Om te bakken. Schattig. Hier heb je ook nog mokken met wat lekkers. En deze zijn altijd zo lekker. Oh, ik zie nog meer mokken. Heel leuk. Dit is douche gel in een kerstvorm. 95 cent, dat is best wel grappig. Snoepjes. Tafellopers. Een bad bruisbal. Adventkalender en heel veel gift sets. Oh, oh, oh. La, 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 la. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hier heb je ook nog allemaal do-it-yourself dingetjes. Washi tape van kerst. Stickers. Oh, dit vind ik zo schattig. Hier nog meer decopapier. Het is echt heel erg leuk allemaal. Kijk nou. En allemaal papier. Wat is dit? Och, wat schattig. Kun je van die huisjes maken voor 2 euro. En hier nog allemaal kerstkaarten. Ik vind deze echt heel cute. Voor 1,80. Zo leuk. Je 75 cent. Ook heel leuk. ...3D-kaarten voor 1,80 euro. Een knisperkaars met een knisperlont. Oh, en hier heb je van die giftsets. Hoe schattig. Winter giftsets, 85. Deze ruikt lekker. White Amber. Oh ja, heel schoon. Een knisperlont. Oh, dit is ook wel heel schattig allemaal. Deze ook weer. Die heb je ook elk jaar in allerlei kleurtjes. Dit is 9 euro. Oh, deze is mooi, Brit. 4 euro. En hier allemaal lampjes. Oh, deze zag ik ook op TikTok. Heel leuk. Die kun je ophangen. Nog veel meer kerst. Oh, die zijn ook leuk. Maar die heb ik nog van vorig jaar. Maar die is wel heel leuk. Dus 1 euro. Nog meer kerstlinten. En vormpjes. Wat is dit? Een ster. Oh, dit is grappig. Zo'n brievenbus.
Heel leuk. Glitter. Slee. Cadeautjes. Zo leuk voor onder de boom. Die is 3,50. En deze huisjes, die zag ik ook al heel vaak voorbij komen. Vind ik ook heel leuk. Die kerstboom. Hier ook nog allemaal kerstballen. Voor 2,80. Van die hele sets. Ik vind dat echt zo leuk. En ik blijf dit dus heel mooi vinden. Van die traditionele kleuren rood met groen. Zo cute allemaal. En hier ook nog hele grote strikken. Van die ornamenten. Dat vind ik ook echt altijd zo grappig. En hier. Heel leuk. Oh, kijk dit. Drie huisjes die in de boom kan hangen. Dat is echt wat voor mama. Wow, 30 euro voor zo'n mega unit. Hier, als je nog pepernoten wil bakken voor 1,70 euro, kun je dat halen. Oh, lekker. Pepernoten meenemen? Niks of alleen maar wit. Wit. Zo lekker. Hier, je hebt hier nu ook van die olietjes en zo. Voor je nagels. Dat wist ik nooit. Wow. Van die lampen. Hier van die bamboe organizers voor je make-up. Deze is bijvoorbeeld 6,80 euro. Zeg wat voor jou. En hier ook nog wat mannelijke gift sets. Tip voor kerst. Kijk, dan dit voor hier set. Ja. Zo'n pak, zo'n set. Wit setje. En ik kijk hier nog altijd. Want ik vind het leuk om cadeautjes en zo altijd leuk in te pakken. Hier kun je dus ook je eigen adventkalender maken. Met 24 van die zakjes. Voor 1,50 euro. Of als je wijn wil geven aan iemand. Heb je ook van die tasjes. Hier, zo'n telefoonhouder met koord. Voor 1 euro. Dat is best wel leuk. Jij hebt dat ook echt, toch? Nee, had ik. Maar dit is ook wel handig. Deze is helemaal, kan je helemaal omdoen. Oh, deze is echt zo lekker, de gingerbread. Oh nee, de gingerbread vond ik niet zo. Jawel. De pumpkin vond ik wel lekker. Maar die is op. Dat is een goed teken. Voor de rest zie ik niet heel veel nieuwe dingen. Deze dekens zag ik dus ook voorbij komen. En ik vind deze dus zo mooi. Die beige met witte kwastjes. Nog meer kussens. Dit is ook wel heel mooi. Voor 3 euro. En de adventkalenders van dit jaar. Dit is die van dit jaar. De Spa Exclusive. En je hebt dus ook van Max & More. Voor make-up. Die van vorig jaar zie ik er niet bij. Of was dat deze? Oh, dat was deze. Ja, dus die van vorig jaar is ook nog wel te koop. Maar dit is dus die van dit jaar, 10 euro. En deze kun je zelf vullen en deze ook. Hoe schattig. Dat was dit, de Shop With Me bij de Action. Uiteindelijk heb ik echt, nou ja, niks gehaald. Ik heb een van die lintjes waarmee je met de kerst je cadeautjes kan inpakken. En doorzichtige bakjes voor mijn moeder. En voor de rest niks. Dus dat is jammer. Maar ook wel weer goed voor mijn portemonnee. Maar ze hadden echt ontzettend leuke dingen nu bij de Action. En oh, mijn handen jeuken om gewoon terug te gaan. En het gewoon allemaal te kopen. Maar goed, ik moet me inhouden. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me ontzettend blij mee. En dan zie ik jullie tot een volgende video weer. Doei doei!